Welkom bij een nieuwe aflevering van Robin Hood. Deze week zijn de vrouwen die echt bont dragen keihard de lul. Klopt, want er zijn nog steeds heel veel rijke pappies en celebrities in deze wereld die bont dragen. En ja, als je bont draagt, dan ben je gewoon een klootzak, want dan stimuleer je alleen maar die bontindustrie. Ja, en die dieren die blijven hier maar onder lijden. Dus wij gaan vandaag de vrouwen aanpakken die echt bont dragen. Dames, we komen jullie halen. Goed. Oh ja, zo. Oké, okay guys, plannencampagne. We moeten deze week de vrouwen met bont aanpakken. Daarvoor hebben we een taxi en die vrouw moeten we in de taxi lokken. En als ze eenmaal in onze taxi zitten, dan moet de meter zo hoog mogelijk uitvallen. Klopt. Ik ga langs alle dure hotelbars in Amsterdam. Dan ga ik onze slachtoffers uitkiezen. Dat zijn dus de vrouwen in bont. En dan ga ik even lekker bij ze aanpappen, polsen of ze toevallig nog een taxichauffeur nodig hebben die avond. Als dat zo is, dan leid ik ze direct door naar onze cabbyboy Martijn. Ja, want onze taxichauffeur die staat ook toevallig net in de buurt van het hotel. En ik zal ze daarom ook gelijk kunnen oppikken. En dan is de kunst natuurlijk om ze zo lang mogelijk in mijn taxi te houden. Om die meter extra hoog te laten eindigen. En daar gaan jullie mij volgens mij bij helpen. Wij houden contact met jou. Wij rijden op een scooter gewoon voor de taxi uit. Wij zetten de weg af als wegwerkers. Ja, en dan rijd ik gewoon de hele stad om. En dan is die prijs torenhoog. En die moet zij lekker afrekenen. Oké, we staan nu voor de Sky Lounge van het Hilton Hotel. Nou, dat is een 5-sterren hotel. Daar moeten de vrouwtjes komen in bontjassen. Ik moet natuurlijk wel even verifiëren of het echt bont is. Het is een bontkraag. Oh, dat is net bijna. Oké, hier in de Sky Lounge heeft niemand een bontjas. Dan komen we wel James Bond tegen. Bond namens Shadar. I'm sorry, how are you doing? Good. Are you the ones that go to another party? No. Oh no, are you stay here? Okay. Is that a real furry coat? No. Oh no, okay. Because my father is in that coat. Thank you. Het bont bleek niet echt te zijn en ze hoeft ook niet naar een ander feest, dus we moeten gewoon door. Nou, ik zit in de auto om Niels te wachten. Die zit in het conservatorium en het duurt lang. We staan nu al 20 minuten hier. Hallo. Hallo. Good evening. Where are you from? I'm from Ukraine. Ukraine. Nice. You want something to drink? Oh, yes please. Do you have Heineken, the James Bond beer? I do have Heineken. They asked me for Bond, but I didn't have it. But you have like a Bond jacket. It's good? It's a furry coat. A furry coat. Real fur. Kom op, Niels. Shit up. So, you're going out later on? Yes, I have an appointment with my Dutch friend. We go to Momo's. Huh? Momo's. Momo's. It's nice there? Yes. Good place. How do you go there? By cab? Yes. You know where I can find your cab? Yeah. It's at the front of the hotel. Maybe I can call you taxi driver. Okay. I will call for you. Taxi driver. Thank you very much. Niels. Er komt een vrouw aan in een bontjas. En ik sta nu in de lobby met haar te wachten. Oh, je staat met haar, joh? Ja, ik sta met haar. Als je haar nu naar buiten stuurt? Ja. En dan ben ik er met 1 minuut. Thank you. The taxi driver will be here in 1 minute. Oh shit. Yeah. Yeah, this is true. Yeah. Hello. Thomas, okay. Yeah, sure. You've been drinking a little bit? Yeah.
Cocktail Coca-Cola. Cocktail Coca-Cola. Holy shit. Ja, dit is echt band. Ik heb het gevraagd, het is echt band. Taxicentrale Manschot met Martijn. Hey, taxicentrale Manschot. Ik sta klaar bij de Overtoom, waar ben jij? Ik heb nu een ritje naar Momo's, maar Overtoom. Overtoom, ik sta klaar. Oké, cool. Ik rijd er nu heen, ik ben daar met een paar minuutjes. What's happening? Is er aan de hand? Oké. Ik zit hier niet langs. Maar oké. There's something with traffic or something. Let me check where I have to go now. If there's one main street block, then yeah, like today, it takes a lot longer. Always the same in Amsterdam. There's so many roadblocks. Hey Mark, waar de fuck ben jij? Ik rij nu in die straat. Je moet hem nu afzetten. What is that? What's happening? This is a joke. Really again? Oh my god! Yeah, this is ridiculous. This is ridiculous. I don't want to wait any longer. I pay 50 euro if you bring me 5 minutes later. Then I'm gonna do my best. We are here. Oh, finally! Thank you, babe. Okay, you're welcome. No, thank you very much. Alright. Hi, Niels. Nee, yo, no blow. 50 euro's binnen. Nee. Ja, eerst 50 euro's binnen. 50? 50 euro. Alleen die kutteller die hield ermee op. Dus die moet even fixen voor de volgende keer. Maar waar ben jij nu? Ik sta nu bij Amstelhotel. Amstelhotel, oké. Okay, ja. Is goed. Komen wij er nu heen. Er komen nu af en toe wat mensen naar beneden in de lobby. Gewoon een beetje scherp blijven bij de lobby. Het zou kunnen dat er nu een vent aankomt die een taxi opstaat. Oké, okay, ja? Gaan we dat doen? Ja. Hallo, it's a very beautiful coach you have there. Is it a real ferry? In de lobby zit een man en een vrouw te wachten. Een vrouw met een bondjas. Echt bond, zegt ze. Maar ja, okay. Nee. Je haal daar gewoon nu op. Waar staat ze dan nu? Ja, ze staan nu in de lobby. Ze staan nu, moet daar ophalen in de lobby? Ja. Gaan. Is dat goed? Ze zitten daarvoor. Ze met z'n tweeën. Nou, zitten we dan? Ja. Waar komen jullie vandaan? En waar moeten jullie heen? Akura Hotel. Oké. Okay. Cool. Taxicentrale met Martijn. Martijn, we gaan nu zo meteen naar rechts richting de pijp. Oké? Oké. Nah, serieus? Wat is dit nou weer? Het is hier aan de hand? Het is een wegbezetting, we gaan hier zo meteen verbouwen. Kan ik er nog heel veel langs? Nee hoor. Ja, deze moet jij afzetten. Ik wil. Is dit een grap? Een gaslek. Ik vertel dat het een gaslek was. Oké,
kijken hoor, dan wordt dat 84,50 alsjeblieft. 50. Ja, ja, zoals je ziet het meest. Gisteren bijvoorbeeld hetzelfde ritje maar 20. 20? Ja, ja, zoals je zag heb ik natuurlijk al die omwegen. Moet je pakken, dat is toch eigenlijk een probleem. Ja, kijk meneer, ik werk via de centrale. Ik, anders moet ik het uit mijn eigen zak gaan betalen. Maar u zag, zat er toch bij toen ik moest stoppen? Ja, dat lijkt me toch misschien. Het is dan niet zo alsof ik... Hoeveel zei je? 84,50 alsjeblieft. Nee. Nou, helemaal top. Oh zeg. Die mensen voelden zich genaaid. 85 euro. Ze gingen nog in discussie. Shit, ze wilden het bijna niet betalen. Terecht. Maar laten we naar kantoor laten kijken hoeveel de winst is. Yes. Oude taxichauffeur. Oude hosselaar. Hosselaar. En je denkt dat is natuurlijk leuk man. We hebben in totaal 135 euro opgehaald. Boom! Boom! Dus dat maakt het weer een beetje goed na vorige week, wat echt drama was. Dramatisch inderdaad. Laten we even kijken wat de uitslag is. De winst. 50 plus 85. 135. En dat maakt een totaal van... 355 euro en 30 cent. Boom! We hebben nog één aflevering, hè? Ja, en dat is volgende week. Dus laten we maar gewoon weer aan de bak. Kijk volgende week naar de laatste aflevering van Robin Hood. Ja, tot volgende week.